net van, ik geef het, dit geld met heel veel plezier aan jullie. En om je te laten zien, als je heel veel oefent, hoe goed je dan kunt worden, hebben we vanmiddag ook nog Rodi. En die gaat een demonstratie geven. Nou, ik denk dat, daar staat hij. Geef een applaus. Mevrouw van Wijk, wat vindt u van dit initiatief? Ja, geweldig. Wij zijn in de gemeente natuurlijk helemaal van het spelen. Dus als we kunnen helpen, als we wij kunnen helpen om kinderen uit te nodigen om te spelen, dat is precies wat we willen. Komen er nog meer van deze speeltuintjes? Voorlopig is dit de laatste, want we hebben nu in elk stadsdeel hebben we een voorziening. Er zijn er nog wel een paar waar we nog wat aan op kunnen knappen. Die hebben bijvoorbeeld nog niet van die mooie kleurtjes, daar kunnen we nog wel wat mee. Maar elk stadsdeel heeft er nog nu eentje op het moment. Dus dit is de laatste? Voorlopig is dit de laatste, nieuwe, ja. Wat gaat u nog verder openen in Almelo? Nou, dat weet ik niet. We zijn hartstikke actief op dit moment, dus er komt vast wel weer wat. En zeker als het te maken heeft met kinderen en spelen, dan komt u mij vast weer tegen. Oké. U gaat niet fietspaden openen? Ik ga niet fietspaden openen. Nee, fietspaden zijn ook de portefeuille van mijn collega. Dus dat is niet aan mij. Verder is sport ook wel een beetje uw portefeuille dan? Of is het alleen voor spelen? Nou, ik kom uit de kinderopvang. Dat weet u misschien. Dus toen ik wethouder werd, was ik daarvoor directeur in de kinderopvang. En wat ik daar geleerd heb, is dat het ontzettend belangrijk is dat kinderen hun energie kwijt kunnen en hun fantasie kwijt kunnen in het spel. Dus dat is niet bijvoorbeeld voor een computerspelletje, want dan wordt dat kant-en-klaar aangeboden. En wat we juist heel belangrijk vinden, is dat kinderen echt hun energie en fantasie ook kwijt kunnen. En je ziet dat dit soort koortjes, kijk maar achter je, wat hier rondloopt, dit soort koortjes daar enorm toe uitnodigen. Eigenlijk ligt hier gewoon een plaatje asfalt met een aantal mooie kleurtjes. En dat is al uitnodiging genoeg voor kinderen om daar naartoe te gaan en elkaar op te zoeken. Dus het bewegen, het spelen, maar ook het samenspelen, dat zijn wel dingen waar wij ook als gemeente heel erg blij van worden. Omdat we toch heel graag willen dat kinderen dat soort vaardigheden ook goed onder de knie krijgen. Vannacht om 1 uur is hier ook gevoetbald. En de buren daarachter, die vonden dat minder prettig en die willen graag dat daar controle op is door de politie. Wat vindt u daarvan? Nou, eerst was hier een halfpipe. En de buurt heeft samen met de gemeente besloten dat we die konden opruimen. Omdat dat erg veel overlast gaf. Ook van oudere jongeren, kinderen die eigenlijk niks te zoeken hebben op een speelplekje. Als dat hier ook aan de orde is, dan moeten we daar even heel goed in de gaten houden. Dus wel controleren door de politie? Nou, laten we eerst maar eens even afwachten hoe het gaat. Hè. We hebben het net geopend. En als blijkt dat hier daadwerkelijk overlast is, dan hoop ik dat de mensen dat ook melden bij ons. Okay.